Bom dia, Mochinani, grupo 5. A ver, nós vamos ler um texto, escute bom, botame por ler se você não quer, e depois você vai entrar e perguntar. Eu morro, jongens e meisjes, vandaag ga ik de tekst voor jullie lezen en een beetje vertalen. En straks moet je proberen om zelf de vragen te beantwoorden. Bladzijde 86 en 87. Nancy y el palo mágico. Nancy en de magische boom. Compa Nancy tiene un hambre terrible. Su barriga te gruña. Compa Nancy heeft vreselijk veel honger. En zijn maag gromt. Sem pa comprar algo de smaak Nancy no ting. Machadia e no por abai toco den barrio. Hij heeft geen geld, Nancy heeft geen geld om iets lekkers te kopen. Dus heel lang kon hij niet naar de supermarkt de toko in zijn wijk. Hinter die Nancy takana kea. Pero si Maria no por jude. Tapoco funchi ku kalmeki, so e por kushina. De hele dag loopt Nancy te klagen. En si Maria, zijn vrouw, kan hem ook niet helpen. Enige wat ze hem kan geven is funchi en karnemelk. E te doen aan Nancy net loke e mister, pa keda na bida. Pa sombra e tingu soro, pa suyunan, tambe hanya algo de come. Masha tristo, Nancy da baisinta pa fo, baudi un palo de calbas. Ai, marami por compra sequer un pan francês na e panaderia de Noskaya, Nancy da pensa. Si Maria, zijn vrouw, geeft hem net genoeg eten om in leven te blijven. Want natuurlijk moet haar kinderen ook wat te eten krijgen. Nancy is heel verdrietig en hij gaat onder een kalebasboom zitten. Ach, zegt hij, kon ik maar tenminste een brood, puntjesbrood, bij de bakker kopen. Hier bij ons in de straat, denkt hij. Of een mango naar fruteria of een mango bij de fruitwinkel. Ah, wat de pasha voor je zwoe, de tranen rollen uit zijn ogen. Pero de repente, Nancy atende un sonido y te pira su cara. Na otra banda de palo, Nancy te mira un ser más cariñoso mes. Eta zweef y et in dos ala. Maar plotseling hoort Nancy een geluid. Hij draait zich om. Aan de andere kant van de boom ziet Nancy een hele raar wezen. Het zweeft en heeft twee vleugels. Nancy ta spanta te fria. Que quem botá? Eta pondra yen di medo. Nun camino a mi rabo, ding nos barrio. Nancy schrikt. En hij vraagt, maar wie ben je? Ik heb je nooit in ons wijk gezien. Mita Flora. E ada di mondi. E ada te contesta. Ik ben Flora, de vee van het bos. Beantwoordt de vee. Que falta bo Nancy? Di como te llora? Nancy ta bisa, ai. Me tinha assim na tanto hambre, comida por para riba mi pia. Maar wat is er dan? Waarom huil je? Vraagt ze. Nancy zegt, ach, ik heb zoveel honger dat ik niet eens op mijn benen kan staan. Maar Shadia, mi no por abai ni toko, ni panaderia, ni fruteria. Ah, de Flora, te hanya duele die Nancy. Ik kon al lang niet naar de supermarkt, ook niet naar de bakker en ook niet naar de winkel, naar de fruitwinkel. De vee krijg medelijden met Nancy. Sigimi, etabisa, ietaiba Nancy, na e palu, ding mondi. Na e taki nandi e palu, Nancy tamira yen di saco di papel cologa. E sa que sita un palo estranho, Nancy tabisa. Volg me, zegt de vee, en hij brengt Nancy naar een boom in het bos. Aan elke tak van de boom ziet Nancy papieren zak hangen. Dit is wel een hele raar boom, denkt Nancy, zegt Nancy. Si, Flora te contesta, es eta un palo mágico. Den cada saco tin comida. Ja, beantwoordt Flora, dit is een magisch boom. In elk zak zit er eten. Turdiva por quita tres saco. Ese mester ta basta pavo y boyunan no sufre hambre nunca más. Je mag elke dag drie
zakken ervan afhalen. Dat zal wel genoeg zijn voor jou en je kinderen, zodat jullie geen honger meer hoeven te lijden. Pero un cocinanzi, si boquita más que tres sacos por día, tur saco lo dir sparse y lo boqueda sufri hamber. Maar wel één ding, Nancy. Als je meer dan drie zakken ervan afhaalt, verdwijnt al de zakken en dan zal je voor eeuwig honger lijden. De meeste momenten aan de flora dat is per se. En op hetzelfde moment verdwijnt flora. Dit is het verhaal, jongens en meisjes. Op bladzijde 87 zien we de vragen. En die mag je dan gaan beantwoorden. En ik zie er ook het antwoordblad. Dus dan kan je straks je antwoorden nakijken. Veel succes en tot de volgende keer.